Wanneer u op 25 mei het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende politici op de kieslijsten. In Actua Kandidaat laten we u kennis maken met enkele opvallende kandidaten. Elke kandidaat krijgt daarbij de kans om zich aan de hand van een zelfgekozen voorwerp aan u voor te stellen. Exact 30 seconden. Zoveel tijd krijgen de kandidaat-politici om u te vertellen wie ze zijn. Ik ben dokter Wijke, huisarts in Kapreken sinds 41 jaar, in opvolging van mijn vader na 40 jaar huisarts en ook sinds 25 jaar actief in de beroepsverdediging. Mijn bedoeling bij deze verkiezingen is te proberen afdwingen dat patiënten die beroep doen in eerste instantie op de huisarts financieel zouden aangemoedigd worden en dat de spoedgevallen zouden worden ontmoedigd. Stapt u in de politieke strijd? Ik vind dat N-VA de minst verzuilde partij is. Ik heb 40 jaar ondervonden wat verzuiling is in dit beroep. Wat mutualiteiten en vakbonden betekenen en mogelijk, maar ook onmogelijk maken. En ik denk dat op dat vlak N-VA onbesmet is. Ik ben ondertussen ook lid van de verschillende organen van de partij, tot en met de partijraad, dus het finale orgaan dat de zaken beslist. Ik heb daar een aantal jaren in gemiliteerd en ik denk dat het logisch is dat ik nu ook mijn kennissen, mijn relaties ook buiten het dorp en in de provincie Oost-Vlaanderen probeer te overtuigen van voor mij te stemmen en op die manier een bijdrage lever aan de partij waar ik dan ook qua gezondheidszorg wel iets voor terugvraag. Welke quote hebt u gekozen? Ja, ik heb net als in 2010 gevraagd om als slogan te mogen naar voren brengen: we gaan de bakens verzetten, waarbij bakens voor één keer met AE wordt geschreven, omdat dat mijn naam dan inhoudt. Omdat ik wil dat er een aantal dingen veranderen binnen die gezondheidszorg, dat er een betere uitlijning komt, wat men zo geleerd echelonering noemde, waarbij wij proberen de goede weg, zoals wij als huisartsenverenigingen altijd gepropageerd hebben, te laten bewandelen door de patiënt. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik kijk heel graag op naar een vrouwelijke collega gynaecologe, Elke Sleurs. Zeker nu ze het delicate dossier van de euthanasie bij minderjarigen op zo'n correcte manier heeft weten op te lossen. Waarbij ongeveer iedereen, ik heb ook wat debatten gevolgd recent met haar, iedereen in de zaal overtuigd geraakt dat het niet onze bedoeling is van zomaar iedereen de dood in te jagen, dat dat op een heel correcte en legaal goed geregen manier wordt verricht. Wat zijn uw politieke interessegebieden? Wel, ik hoop de nadruk te kunnen leggen op het feit dat wij moeten durven ook in gezondheidszorg besparen. Dat is niet gebeurd de laatste jaren, zelfs de laatste legislaturen niet. Er is een soort verkwisting bezig in de gezondheidszorg die toch wel de spuigaten uitloopt. Denk maar aan het feit dat patiënten het recht hebben van een dure medical shopping te doen van de ene specialist naar de andere, zonder dat ze daarbij de huisarts ook maar moeten kennen, waar de huisarts alleen nog verslagen van ontvangt. En dat moet stoppen. Het moet onmogelijk gemaakt worden dat iedereen zomaar kosten kan uitlokken zonder de huisarts daarin te kennen. Ik denk dat wij ideaal geplaatst zijn om de gezondheidscoach te zijn en dat wij heel goed weten wanneer we moeten verwijzen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wat er in de politiek beter kan, is meer respect voor elkaar. Ik zie dat in gans de maatschappij. Ik zie nu van binnenuit hoe hard het politieke wereldje kan zijn. Hoe meedogenloos mensen met elkaar omgaan, dat schokt mij. En daarom probeer ik ook aan politici te zeggen op het moment dat dat gebeurt: hou het een beetje gedijst, respecteer elkaar, verschil gerust van mening, kan alleen maar de discussie verrijken. We doen dat op een menselijk waardige manier. Respect in alle geledingen van de maatschappij, ook in de politiek. Wat hoopt u te bereiken na 25 mei? Ik
Nou, op een in principe niet verkiesbare plaats, maar goed, het is uiteindelijk het aantal stemmen dat telt. En het zou mij wel plezieren om op een of andere manier mee te werken aan het beleid. Het zij als verkozenen, het zij als ondersteuning van verkozenen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb dit meegebracht, een gewone gsm-toestel. Dat zal misschien verbazen, maar wij zijn op dit ogenblik bijna klaar met een systeem, een beetje te vergelijken met politie en brandweer, het Astrid-systeem, waarbij we een oproepknop, een alarmknop zouden willen geïnstalleerd weten op een apparaatje zo groot als dit toestel. En waarbij we de veiligheid van de zorgverstrekkers, niet alleen van de huisartsen, maar ook van kinesisten, van verpleegkundigen, van mensen uit de ambulancediensten, die ons allemaal vertellen dat de agressie enorm toeneemt in hun beroep, ook in ons beroep. En we zouden dat functioneren van die zorgverstrekkers wat veiliger willen maken, omdat wij daar bij het beleid ook geen antwoord vinden op onze vraag naar betere beveiliging van de zorgverstrekkers.